bij de reacties, hè, dan zie ik het vaak voorbij komen. En dan wordt er gezegd, ja maar Harry, jij bent een populist. Ja, en daarmee proberen ze je altijd weg te zetten. Zeg maar, het linkse kamp, die zegt dan, ja maar je bent een populist. Dus, en dat bedoelen ze ook, een beetje als een belediging. Want daarmee willen ze zeggen van, ja, jij gebruikt simpele zinnetjes en jij probeert dingen heel simpel te vertellen aan mensen die dat heel graag willen horen. Ja, dat is dan zeg maar hun idee van een populist. En daar wordt vaak het woord rechts bij gebruikt. Dan zeggen ze, ja, maar dat is rechtspopulistisch gelul. Weet je wel, dat, ja. En daarmee is alles verklaard en ben je in een hokje geplaatst en weggezet. Dat is het. En ik stoor me daar enorm aan, vrienden. Want hoezo moet ik iets vertellen voor mensen die dan iets graag zouden willen horen? Zou het ook zo kunnen zijn? En zou dat ook kunnen zijn voor politici die aan de rechterkant zitten een beetje? Dat zij dingen vertellen waarin ze zelf geloven of wat ze zelf gewoon vinden. Ja, als ik zeg, ik wil gewoon zo min mogelijk asielzoekers in Nederland. Ja, dan vind ik dat gewoon. En dat heel veel mensen dat dan ook nog met mij vinden. En dat is dan in hun ogen populisme. Ja, dag, dag. En dat zeggen ze dan van Wilders. Of dat zeggen ze dan van de Caroline. Omdat zij dan dingen beweert voor haar achterban. En dan is het populisme. Maar aan de linkerkant, vrienden, noemen we dat nooit populisme. Nee, dat is niet zo. Nee, voor links is dat niet. Nee, die zijn bezig met de maatschappij te veranderen. Die zijn bezig met serieuze politiek. En die denken alleen maar aan het welzijn van de medemens. Ja, dat is dat, weet je wel. En als bijvoorbeeld GroenLinks en D66 alleen maar zitten te preken voor hun achterbannetje de klimaatkneuzen over klimaat, dan is dat geen populisme. Nee hoor, nee, dat is weer hele serieuze politiek. Ja, ja, en dat irriteert mij enorm, vrienden. Ja, en als bijvoorbeeld zeg maar de groengoeroe Frans Timmermans, die dan ineens zegt op zo'n bijeenkomst van, ja, en dan zijn er mensen die zeggen, ik ben voor eerlijk verdienen en ik ben tegen eerlijk delen. En die mensen krijgen met ons te maken. En als je dat dan zegt, dan lees ik nergens. Dit is nou ongelooflijk populisme. Nee, nee, want het is links. Nee, en dat is geen populisme. Hebben jullie hem door? Hey, hey Den Haag.